Burgemeester Ruud Vreeman gaat na zijn vertrek begin januari onderzoek doen naar de gifverfaffaire bij het ministerie van Defensie. Werknemers van Defensie hebben jarenlang met kankerverwekkende verf gewerkt. De verf werd gebruikt op vliegtuigen. Defensie wist dat de chroomhoudende verf gevaarlijk was, maar greep niet in. Inmiddels hebben zich 900 mensen gemeld bij Defensie die zeggen dat ze met die verf hebben gewerkt. Een kwart daarvan heeft gezondheidsklachten die verband houden met de verf. Ik ben nou bijvoorbeeld weer gevraagd om die problematiek met die gevaarlijke verf bij het leger. Hè? Nou, dat ministerie van Defensie wilt u overwegen om het onderzoek voor te zitten. Nou ja, daar heb ik al 20 jaar niks meer mee te maken gehad. Dus toch mensen denken, ja, maar goed, arbeidsomstandigheden, en hij weet hoe het in elkaar zit. Ja. En... Dus ik ben altijd wel... Even... Gaat u het doen? Ja, ga ik wel doen. Ja. Ja, vind ik belangrijk. Die militairen die toch allemaal voor deel ziek zijn geworden door die verf. Dan moeten we wel kijken wat we daarmee kunnen. Hè. Vreeman is hiervoor gevraagd vanwege zijn deskundigheid op het gebied van arbeidsomstandigheden. Zijn proefschrift had als titel Vakbondswerk en de kwaliteit van de arbeid. Ik ben gepromoveerd op kwaliteit van de arbeid in de industrie. Dat gaat over allemaal dat soort dingen. Of je lawaaidoofheid of je structureel gezondheidsschade oploopt in de arbeid. Lichamelijke of psychische schade. Dus het is echt weer een onderwerp wat eigenlijk heel erg bij mijn roots hoort, zou je kunnen zeggen. Ik denk dat ze daardoor ook op komen. Vreeman is ook tweede op de conceptkandidatenlijst voor de Eerste Kamer.